Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag, zoals jullie in de titel hebben gezien, gaan we twee dingen doen. We hebben eerst dressuurles bij Golda. Ik heb één keer in de week er les van en ik ga kijken of ik een voice-over kan doen. Want ik weet nog niet of zij dat goed vindt dat ik haar stem erop laat. Dus dat moet ik eerst vragen natuurlijk. Dus ik doe voor nu een voice-over. En dan gaan we morgen, maar dat doe ik in dezelfde vlog, gaan we naar Stal de Bruin heet het volgens mij. En Vee en Daisy hebben daar springles met hun twee paarden. En ik vind het altijd super leuk om mee te gaan. Ik leer er altijd heel veel van, ook voor mijn eigen lessen weer. En het is ook altijd heel gezellig om gewoon mee te gaan. Maar die locatie is echt super mooi. Dus ik wil jullie dat gewoon even laten zien. En wellicht mag ik wel een stukje filmen van de training. Dan leren jullie er ook nog wat van. Dus blijf lekker kijken en dan zie ik jullie zo meteen. Nou, ik heb nieuwe handschoentjes en ik heb echt een kwartier daar gestaan. Alles gepalst. En dan eindig je toch met deze dingen. Helemaal niet zo bijzonder, maar ze zijn gewoon goed. En ik had ook bij Horka gekeken en Imperial Riding. Maar de kwaliteit zag er echt niet het best uit. Dus dit is beter. En dan kunnen deze units weg. Want ze kunnen echt niet meer. Ze zijn ook helemaal krokant. Ik heb deze wel echt heel lang gehad trouwens. Echt een jaar of zo. Van Ariad. Dus dat was wel een aanrader, maar die hebben ze niet hier. Helaas. Ik ga nog heel eventjes Cupido rangeren. En ik heb hier een balkje neergelegd. Dat vindt hij leuk. Schattig. Dropje. Ah, prr. En galop. Woehoe. Ik pak hem altijd gewoon als ik tijd over heb. En dan gaat hij lekker jumpy. Ik vind het zo skater. Is goed voor je. Moet hij een beetje zitten. Gaan we die hartslag een beetje omhoog brengen. Oh, braaf. En dan ga ik zo opnieuw opzadelen en de les. Laatste rondje. Dat is schattig. Dat is echt heel schattig. Mariska heeft hem buiten gezet, hè. En dan kan hij zo mee naar de les. Panientje, laat eens zien hoe vies je bent. Echt. Eeuw. Oh, dat is lief. Kijk eens. Jam, jam. Oh, met je babytandjes. Schattig. Ben je weer schoon, vriend? Kijk, dat is beter. Nog een beetje grijs, maar wel beter. Oh, zo lief. Ii. Tot. Dan gaan we nu kijken naar de les van Golda. Daar les ik dus één keer in de week bij. Susanna is één keer in de maand. Die komt uit Friesland. En Golda probeer ik wekelijks bij te lessen. Zodat we Pania zo goed mogelijk begeleiden. Ja, ik had al even ingereden. Dat is wat je nu ziet. Beetje volte zo. En dan komt Golda zo meteen. Ik probeer altijd een beetje op te warmen. Want half uurtje zo voorbij. Nou, waar we hem heel erg aan werken is dat hij sluit maar opent. En dat klinkt misschien heel gek. Maar hij moet zitten op de achter. En hij heeft een hele mooie grote achter, zeg maar, sprong achter. Maar die moet hij goed onder de massa houden. En iets meer zijn bekken durven kantelen. Want hij heeft soms een beetje een hoog kruis. Terwijl als je hem los ziet, heeft hij dat niet echt. Kijk, als je hem hier ook ziet, hij is best mooi lang gelijnd. Maar met rijden krult hij dus best wel op. Hij vindt het denk ik wel spannend en hij wil het graag goed doen.
Maar dat is altijd een beetje gek. Want kijk hoe mooi lang hier is, zeg maar. En dan doe ik even moordje in trouwens. En dan gaan we lekker beginnen. Hoe die zich opkropt, zeg maar, tijdens het rijden. En het is natuurlijk leuk, zeg maar, fijn idee dat hij zich mooi bij elkaar laat rijden. Maar nou, ik mis dus juist tegenovergesteld. Ik mis een beetje lucht en lengte in de kaak. Dus we doen heel veel wijken. Bijvoorbeeld open en sluiten. Want we gingen oefenen voor de jonge paardencompetitie. Die is uit mijn hoofd 17 maart. En hij moet dus ook, ja, dat wijken. Omdat hij nu bij de verjaardag dan hoort. Ja, hij is nog om 3, is de onzin. Maar ja, als je mee wil doen, dan moet je dus met de verjaardag meedoen. Omdat dit 2020 komt. Dus hier werken we een beetje op de volte. Want wat ik zelf een beetje heb, ik rijd heel braaf op mijn buitenteugel. Maar daardoor mist hij soms een beetje lengtebuiging door binnen. Doet hij hier zijn kont wel opzij, maar mist een beetje lengte in de ribbenkans. Dus ik moet wel een beetje aan beginnen vragen. Maar hou het luchtig, want anders klapt hij dus dubbel. Dus ik hou mijn hand op iets hoger. Je ziet hoe zacht hij. Je ziet heel vaak dat mijn teugel zelfs een beetje loshangt. Ja, hier moet hij dus opzij. En dan ga ik er meer aan vriemelen. Want ik ben dus zelf een beetje lief. En Goal zegt altijd, nou, je mag een beetje wel aan rijden hoor. Sorry. En ik zo, ja, oké, dat moet ook wel. En ik, ja, daar wordt hij wel wat beter van. Dus ja, daarom is het goed om veel te lessen. Want hier zie je me dus hup opzij voor mijn binnenbeen. En dan geeft hij eerst vaak een klein beetje protest. En dan laat dit helemaal gebeuren. Dus dat is heel fijn. En daar moet ik dan even doorheen. Vind ik altijd een beetje spannend. Maar ja, dat moeten we gewoon doen. Dus nou zie je hem hier beter opzij gaan voor mijn binnenbeen. En ik vraag hem nog steeds af en toe even in de kaak los te komen. Hij hoeft niet super in stelling. Maar hij moet wel een beetje door rechts. En ik rijd hem, ja, afgelopen tijd te correct op buiten. Waardoor ik soms een beetje vergeet, ja, dat hij wel gebogen moet op mijn binnenbeen blijven. Nou, linksom hetzelfde. We gaan nu ook een beetje wijken. Dus dan moet hij zijn schouder eerst opzij zetten. Dan kreeg hem hier iets terecht. En dan kan hij gewoon in bol werken. Dus echt nog meer die schouder opzij. Maar dat heb ik vooral in de reels en zo gefilmd. Dus ja, we moesten even schrijven met recht en staand en liggend materiaal. Maar je kan hier prima zien wat we hebben getraind. Nou, en dan in de galop precies hetzelfde. Ik moet meer schoft omhoog, terug op achter. Meer lucht aan de voorkant. Ik rijd soms iets te springerig, waardoor hij een beetje laag komt. Ik hier hop, omhoog. En als hij dan iets tegen mijn hand komt, ja, al fijn. Maar dit is super goed. Want kijk hoe ver hij dat achterbeentje in de honden zet. En dan komt hij steeds meer naar mijn hand. En daar schakelen we dan ook steeds in. Dus zometeen zie je ook linksom. Nou, dan moet hij een passie naar voren. En dan krijgt hij eigenlijk meer erin dan naar voren. Dus ik geef hem weer iets been. En het volgende hondje nog meer. Kijk, hier gaat hij echt wel meer naar voren. Dan komt hij ook in mijn hand en komt hij meer op de looplijn. Maar ja, ik reed hem ook een tijdje te veel naar voren. Dus zo blijf je bezig, joh, en sleutelen. Want ja, je wil hem wel naar voren, maar je wilt hem niet vlak, zeg maar. Dus nou ja, die driejarige is echt sleutelen. En ik moet hem echt zetten op mijn buitenhand. En zorgen dat hij opkomt. Kijk, hier rijdt hij achter mijn been. Zo, naar voren. Kijk, even gaan. Met zijn uitgestrekte voorpootjes. Kijk, hij heeft talent genoeg, dat weten we. Dus dat is fijn. En dan ging ik zo meteen even uitstappen in de buitenbaan, waar hij nog nooit eerder geweest is. Dus ik laat jullie lekker naar het beeld kijken. Paardencompetitie. Daar moet hij gewoon wat meer op. En ook wijken, want dat doe ik mee aan de vierjarige. Want ja, ze zijn natuurlijk 2024. Dus dan moet hij ook wijken. Dat hebben we ook even meegepakt. En nu zijn we voor het eerst in de Krenktuin. Eén keer eerder geweest, toen hij net zo hadden wakker, dat was niet zo'n succes. Maar nu heb ik iemand mee. Dan gaan we even balken stappen en zo. Als voorbereiding voor woensdag. En dan is hij ook lekker uitgestapt. Dus even kijken hoe je dat gaat doen. Ja. Oh, hij is echt zo'n Ja, die was super goed. Oh, Vee. Wat een wie ben weer uitgekozen. Ben je nou, ja, ben je ook aan het eten? Snoep. Oh. Dat is echt tussen mijn tanden. Oh, Skippy. Oké, Skippy, laat. Wat was je aan het oefenen? Oh, kusje. Schattig.
Yo. Oh. Yo. Kijk nou. Verdamme. Ik heb een box gezien. Gaia. Dit is Gaia. En dit is Daisy. Zij gaan ook lekker mee springen. Ja, Kaya. Ik moet nog even het zadel opgooien hoor. Ze heeft wel echt een mooie box hoor. Oh, ja, super mooi. Oh, Sintje! Ja. Ik heb nog helemaal niet in de nieuwe box gezien. Hi, vriendinnetje. Dit is echt super mooi. Ik had nog helemaal in mijn hoofd dat ze in die andere boxen stonden. Oké, nu komt eindelijk de echte introductie. Want Fee hebben jullie al een keer gezien in de video. En deze nog niet. En deze zou rijden, dus deze moet wel even opletten. Daisy komt oorspronkelijk bij ons van stal vandaan, maar die staat er nu niet meer. Dus we hebben Gaia ergens anders opgepikt. En Skippy hebben natuurlijk op Bellekes gehaald. En wat gaan jullie doen? Hey, wat gaan we doen eigenlijk? Nou, ik ga Skippy rijden. Vorige keer was hij wel een beetje spooky. Hij vond die de eerste soort lucky sprong een beetje eng. Maar uiteindelijk sprong hij alles en was super braaf. En we hebben eigenlijk die dubbel niet geoefend. Omdat dat een beetje fel was, vonden wij. Maar ja, vandaag ga ik gewoon alles weer oefenen. Dus, parcours en gewoon proberen gewoon goede ritme met nieuwe sprongen. Ja, probeer dat. En deze? Deze is lekker. Ik ben een beetje afgeleid. Nee, ik hoop dat wij een klein parcours. Of in ieder geval een paar hindernissen gewoon zonder te veel twijfels kunnen springen. Want Guy heeft een beetje wat meer vertrouwen nodig. En dan, ja, we gaan voor daar gaan we voor. Nou, ik ga het voor jullie filmen, dus dan gaan we het meemaken. Spannend. Tot straks. Doei. Nou, we zijn er hoor. Ik kom. Zo so cute. Kijk hoe. Mooi. Mooie houten wand. Die sprongen zijn ook allemaal zo. Het glimt ook nog. Als je denk ik straks even van dichtbij bekijken. Ja, ja. Ja. Je kan het denk ik likken. Huh? Oh. Ja. Nou, het is nog steeds lichter dan in de meeste banen. Ze hebben dat glas daar bovenin. Ja, dit is beter. Oh ja, thanks. Die voorknieën is er lief. Zo, de volgende is aan de beurt. Oh, je halster matcht bij deze mooie stal, Gaia. Kijk al deze houten dingen. Niet normaal. Ik denk dat je er wel op moet. Hey. Nou, dat was heel goed. ja, dus in het begin was Skippy een beetje niet zo recht. En hij trok me de hele tijd naar rechts. En dan toen had hij een hele goede oefening. Was gewoon na de sprong gewoon een vol te maken. Ja. En echt gewoon drussenmatig te rijden. Dus hou hem bezig. En dan had ik meer tijd om hem gewoon... Recht te maken, ja. En gewoon op bij de teugels te krijgen. En toen was hij veel meer recht naar de sprong en ik had hem weer tijd om te Je zag het echt, hè? Want in het begin ging je echt zo helemaal naar rechts, over die rechte schouder. Dat was niet normaal. Ik zag jouw rechte teugel, maar alsnog gebeurde er niks. Ja. En toen het laatste met die voltes ging het wel echt beter. Ja. Ik heb niet alles op film, maar ik heb wel een paar stukjes. Dus... Oh, leuk. Ja. En nu gaan we naar Diazi. Diazi. Ze stond ooit in mijn telefoon. I'm going to vlog the horse fixer. Really good. After the yellow, straight, slow again, please. Slow. Slow. Very good. Up.
Hoppa. Mario de Horse Fixer. En dit was alweer het einde van de vlog. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei.